Dit is een testvideo van de Galaxy Note 3 van Samsung. En ik neem nu op in 4K. En dat is gelijk het de hoogste resolutie wat de Galaxy Note 3 van Samsung aan kan. En deze telefoon kan, of tablet kan... ook digitale zoom. En dat laat ik je nu even zien hoe ver dat kan. En per zoom zal ik even zeggen hoeveel het is. Even kijken hoor. Dan hebben we eerst twee keer digitale zoom. Dat is dit. Dan kom je al een stuk verder. Dit is drie keer digitale zoom. En dit is 4 keer digitale zoom. En hij blijft ook proberen in het middelpunt goed scherp te stellen. Dat doet hij naar mijn mening best wel aardig, dus dat scheelt. Nou, ik ken die ook wel heel dichtbij, deze camera. Ik heb toevallig hier de mug op mijn raam zitten. Ik weet niet of hij daarop scherp kan stellen. Nou ja, niet echt, maar ja, in ieder geval kan je dus bijvoorbeeld die boom, kan je dus helemaal dichtbij halen zo. En als je hem goed stil kan houden, dan kan hij nog best wel scherp worden op zich. Maar op langere afstand gaat dat niet zo echt goed natuurlijk, maar oké. Het is wel leuk. Hier heb je een voetbalveld. Dus 4 keer digitale zoom. Dus 3 keer digitale zoom. En dit is zoom helemaal uit. Dus ja. Maar je kan hier dus ook mensen mee opnemen op de foto. Kijk, kom hier eentje langs. Gaat allemaal hartstikke goed. Allemaal vloeiend. Dus niks aan het tijdje, hè. Nee. Maar goed, dat was dus. Ja, hij heeft een 13 megapixel camera er in principe in. Dus ja. Dat is op zich wel vrij goed voor de telefoons. Er zijn er wat telefoons die hebben wat meer megapixel, maar ja. Deze dus niet, maar maakt wel goede filmpjes. Dus ja. Sowieso een aanrader. En ja, veel plezier met de andere video's als je daar even naar kijkt. En like en subscribe. Ja, als je nog meer van dit soort video's eventueel wil. Ik zal even kijken of dat mogelijk gaat kunnen zijn in de toekomst. Doei doei!